Hey kijkertjes, daar zijn we vandaag weer terug. Het is alweer aflevering 78. Het is 2 weken ongeveer geleden. De vorige aflevering. Ik merkte ook wat lek heb. Ik weet niet waardoor dat komt. Ik heb niet echt een plannetje bedacht voor vandaag. Wat ik wel voor de komende tijd bedacht heb, is een beetje de projecten af gaan ronden. Hier gaan we een andere keer aan werken. Waar ik vandaag aan zat te denken, is om het termijn in te gaan. Daarom gaan we eerst even. Sorry voor die verschrikkelijke dek. Die zit vol. Dan doet hij het niet. Meestal. Ik ga eerst eventjes wat spulletjes dumpen. Want ik heb natuurlijk niet zo heel veel troep nodig. Maar een boog kan misschien handig zijn. Maar dit bijvoorbeeld. Dat heb ik niet nodig. Die niet. Een bijltje kan handig zijn altijd. Wat zou ik nog meer? We gaan even wat hout halen. En nog even kijken of ik nog een ander iets heb om te hakken. En dan kwam ik gewoon, ik neem wel zeker iets van steen mee. Want ik kwam hier voedsel aan. Eten, vlees. Dat is niet heel veel. Maar daar hebben we wel genoeg aan. Ja, hier hoef ik niks meer. Ik word een beetje gek van die lek, dus ik denk dat ik heel even mijn spullen hier ga pakken. Dat we dan gaan kijken of hier nog iets in om te hakken. Nee. Hier nee. Dit is... Die, oh, die kan wel. Volgens mij is het niet mijn beste. En zo bij jullie terugkrijgen om te kijken of de lek verholpen kan worden. Ik heb even gekeken en ik kon helemaal niks zien of er iets anders open stond, want dat wil nog wat er zo zijn. Dan is iets anders op kunnen draaien. En dan ga je dat weer krijgen. Ik zag hier gelijk links. Hier ben ik ook een nieuw project gestart. Kijk, je ziet het al. Ik heb hier een muur. En aan die kant, daar, dat vak, dit berg wordt weggegraven. En dat wordt opgevuld. Kijk, daar heb ik al een stukje gedaan. Even kijken. Tot de merk dat ik lang niet heb opgenomen. Hier heb ik al een stukje gedaan. En dan weet ik niet wat ik daar. Ik denk dat ik daar iets van farms of zo kan maken. We gaan dus zo naar beneden. Kijk of het sneller gaat. We moeten hier het KPG gebouw in. Dan gaan we gewoon eens kijken of we wat kunnen gaan praten. Want het is lang geleden dat we survival hebben gedaan. En survival is meestal een beetje praten over het kanaal ook. En dan is het 2 weken geleden. Er is heel veel gebeurd op mijn kanaal. Heel veel samengewerkt met Gamende Indio. Heb ik ook nog wat andere nieuwtje over. Dat vinden jullie wel leuk, denk ik. Ik zal even kijken of dit de goede diepte was. Dacht het wel, maar even checken. Ja, 13. Gamende Indio die heeft gevraagd of hij bij mij op mijn kanaal een gastserie kan gaan doen. Nou, ben ik de lulligste natuurlijk niet. En dat vind ik goed. Maar laten jullie even weten of jullie het een goed idee vinden. Denk het wel. Denk dat het sowieso gaat gebeuren. Maar laat even weten, dus vinden jullie dat leuk? En laat hem ook even weten. Hij heeft zelf Rollercoaster Tycoon voorgesteld. Gold, dat begint goed. Maar, of vinden jullie het leuker als hij iets van Minecraft gaat doen? Minecraft? Ik zal het linkje van zijn kanaal even in de beschrijving zetten. Dan kunnen jullie even kijken hoe hij heeft Rollercoaster Tycoon. Heeft al 1 aflevering gedaan. Kunnen jullie even kijken of jullie dat ook hier willen? Ik denk dat op zich dat het wel leuk kan zijn. Of hebben jullie zoiets... Ik ga misschien ooit een serie starten over internet games. Ik weet niet of hij dat leuk vindt. Maar als jullie zoiets hebben van misschien is dat wel leuker, kunnen we natuurlijk ook dat regelen. Ik hoor lava. Denk die kant op. Ja. Gamende Indio, ik zal het linken dus even in de beschrijving. Je hebt een maakt leuke video's, vind ik. Maar laten jullie ook even weten wat jullie ervan vinden. Ik vind ze leuk, maar misschien jullie wel helemaal niet. Ik ben er al eens geweest. Misschien via hier of zo. Ja, hier ben ik sowieso al eens een keer geweest. Maar ik had iets bij iemand gezien op YouTube. Want dat kan ik ook wel eens bij mezelf proberen of dat helpt. En mijn water. Ik dacht eraan voor de opnames, maar ik heb het niet. Helaas. Waarom een emmer water zal ik ook even uitleggen. Dan kan je die lava, die kan je dan meteen weghalen. Dan wordt het obsidian en dan kan je er gewoon veilig overheen lopen.
Dan hoef je niet al die bruggetjes te gaan bouwen en al die dingen. Dan kan je er gewoon overheen. Dat is natuurlijk weer makkelijker. Weer lava. Ik moet altijd wel kijken of er wat zit, maar hier niet. Hier zit niks. En verder, ja. Ik ben nooit zo heel erg in praten tijdens de survival en helemaal niet in de mijn. Maar ik wil het wel gaan doen. Laten we jullie... Daar kunnen we het even over hebben. Diamant. Dat is mooi. Gelijk ijzer. En ik zie jullie zien al, ik heb er helemaal niet nodig. Ik heb nog wel wat diamant. Maar ik had zoiets, ik wil eerst weer wat vinden en dan ga ik pas de helm maken. Dus we gaan sowieso een helm maken. Ik weet niet of dat vandaag gaat gebeuren, misschien wel. We gaan nu voorlopig nog heel eventjes verder. Maar de laatste tijd hebben jullie dus vooral op mijn kanaal kunnen kijken naar minigames. Waarschijnlijk is het gisteren heb ik een paintball potje geüpload in montage video. Super veel werk, maar echt leuk om te doen. En het eindresultaat is echt geweldig, vind ik zelf. Moet je even op mijn kanaal kijken. Is waarschijnlijk gisteren of eergisteren geüpload. Aangezien dit het weekend is. Waarschijnlijk. Op vrijdag allebei opgenomen en weer einde. Ik heb niet echt een voorraad, eigenlijk niet. Want maar ik weet gewoon niet wanneer ik dit ga bewerken, wanneer ik het ga uploaden. Dus daarom weet ik dat nog niet. En dan, als jullie vragen hebben over mij, of over mijn YouTube, of dingen, stel ze gerust, het zijn dingen die we in survival kunnen bespreken. Zelf heb ik wel iets bedacht waarom ik aan YouTube begonnen ben en hoe ik ervan begonnen ben. Hele hoop van jullie zullen dat niet weten, omdat jullie later pas zijn gekomen. Ik ben heel lang, ben ik een jaar of twee ben ik klein geweest met een paar abonnees. Toen deed ik het niet voor de abonnees van hak. Ik ben ooit begonnen, echt jaren geleden, toen ik nog een stuk kleiner was. Toen ben ik begonnen met een... Geen serie, maar dan was ik bij een sloopwoning, waren ze ergens hier in Utrecht het huis aan het slopen, gefilmd. Super slechte kwaliteit. Die had ik het toen opgezet. En van onze wijk heb ik ook wel eens filmpjes gemaakt. Om een beetje bezig te zijn toen, in de vakantie of zo. Die staan er nog wel op. Ik laat ze er ook gewoon lekker op staan. En verschillende dingen heb ik toen geüpload. Nog niet echt groot. Toen is het echt een jaar of zo stil geweest. Toen ben ik naar de Lego filmpjes overgeschakeld. Heb ik 4 Lego filmpjes gedaan. Super leuk, super veel werk. Maar daarom nu niet meer. Ik heb een paar kleine speelfilmpjes gemaakt. Misschien kennen jullie ze, de ontvoering is bekende. Die is inmiddels 7000 keer bekeken. In een half jaar tijd. Hey, lapjes. Dus daar ben ik ook zeer tevreden mee. Er is trouwens nog een nieuwe in de maak. Niet de ontvoering, maar iets anders. Daarover binnenkort waarschijnlijk al meer. Maar dat wil nog niet heel erg lekker lopen, dat filmpje. Of het wil wel lopen, maar... Monteren komt er gewoon niet van. Kijken of ik hier die veilig weg kan. Nee. Dit lijkt me wel interessant. Hier wil ik meer van weten. Wat hier zit. Altijd wel echt link om met lava klooien. Zo te zien niet veel hier, misschien hier nog. Denk het niet. Nee, en we gaan weer terug. Beetje onnodig risico genomen. Maar dat ene filmpje waar ik het over had, dat wil nog niet heel erg gaan. Omdat er gewoon heel veel monteerwerk in gaat zitten. Ik vind het wel leuk, alleen ik ben gewoon niet snel tevreden erover. Maar dan ga ik echt binnenkort wel veel meer weer aan werken. En dan... Toen ben ik overgegaan. Eigenlijk is dat de zwarte periode, of noem ik het soms wel, van mijn kanaal. Filmpjes stelen.
doe ik echt nooit meer. Er waren vooral filmpjes van RTL. Ik heb ze allemaal verwijderd. Ik had zoiets van, hier wil ik vandaag zijn. En kreeg je altijd van die waarschuwingen. Dat was gewoon niet meer leuk. Op een bepaald moment dacht ik zoiets, nu gaan we weg. Toen ben ik eigenlijk overgegaan in december vorig jaar. Toen is het pas gaan groeien. Toen ben ik overgegaan naar Minecraft. Toen heb ik Minecraft gekocht. En daarvoor had ik nog een periode filmpjes vaak tekst deden zonder praten. Dat ben ik eigenlijk sinds pas december gaan doen. Maar eerst was het met tekst echt de amateuristische manier. Heb ik chatlokaal gedaan. Misschien ga ik het nog wel een keer doen met praten erbij. Laten jullie even weten of jullie dat willen. Misschien is dat wel iets voor Game Ninja om af en toe te doen. Als je het leuk vindt. Of samen, kan ook misschien. Nog een klein stukje verder gaan. Wat zit hier? Oh, even hier kijken. Oh, dan kom je gewoon hieruit, denk ik. Ja. Wat is het toch vandaag met lag hier? 19 frames per seconde, dit is echt niet normaal. Normaal. Dan ben ik het zelfs kwijt. Oh ja. Maar ik zal het. Ik ga teruglopen. Ik zie jullie zo weer terug. Ik ben weer terug hier. Ik weet niet waarom, maar ik heb nog steeds die lag. Zou door die schapen kunnen komen misschien? Dat is waar ik me kan bedenken. Ik zit momenteel op nog geen 30 frames per seconde. Normaal heb ik rond 50, 60. Ik ga toch nog heel eventjes door. Ik wil heel eventjes een helmpje maken. En die gaan we dan gelijk even enchanten. In ieder geval enchanten niet. Kijken. Ik heb als het goed is hier ergens eentje met hydrofiel. Nee, ik heb hier hydrofiel. Maar we gaan gewoon even de helm zo enchanten. Gaan we even hier doen. Doen we gewoon 18. Bescherming 3, duurzaamheid 3 en ademhaling. Dat is echt niet verkeerd wat ik weet. En dan gaan we kijken. Hydrofiel dacht dat die er ook op kon. Maar daar zou ik niet genoeg voor hebben. Oh, dat kost 13. Kijk, dan komt hydrofiel erbij. Dat komt wel een keer dan. Ja. Dan moet de goede plek. En die zijn we nu nog niet helemaal vol. We hebben nu vol diamant geënchant. Het is nog niet allemaal maximaal geënchant, maar het is wel allemaal geënchant. Ik zal even kijken naar de frames. Ik denk dat er al wat met mijn computer is, dat hij toch iets aan het doen is wat ik niet weet. Maar je ziet dat nu is hij weer 40 en zo loopt hij weer naar 30. Nu loopt hij weer 20. Ik snap het allemaal niet. Ik zie het wel. Ik hoop dat jullie het leuk vonden. Als het zo is, laat dan even het blauwe duimpje achter. Het is een nuttige aflevering geweest. 4 diamant, 6 goud, 27 ijzer, wat kool, wat redstone, lappies. Ik ben tevreden. Jullie ook? Laat dan die like achter. Dan zie ik jullie de volgende keer weer terug. Doei!